Spaghetti Bart gaat het theater in. Op 25 maart 2020 wordt Bart 65 jaar. En dat viert ze op de planken, ook door heel Nederland. Deze week start de kaartverkoop van haar show, waarin alles wat ze heeft gedaan de revue passeert. En als je al zo lang in het vak zit als Patty, dan weet je precies wat je daar allemaal voor over moet hebben. Je hebt nog een hele lange, vaak vernederende en soms ook fysiek pijnlijke weg te gaan. Je komt als moderne BN'er niet meer weg met alleen een eigen programma. Er zijn ook gastoptredens, jurypanels en heel veel spelletjes waarin jij als deelnemer moet komen opdraven. Je zou natuurlijk wel gek zijn om overal ja op te zeggen, maar dat is wel wat jij gaat doen. Kan je je voorstellen dat sommige BN'ers voor het oog van de ganse natie wekelijks in badpak door het beeld paraderen? Je hebt met John de Mol, Erland Galjart of met Ron Brandstede geslapen. Oh, Ron, waar ben je? Dat pas kan jij zeggen. Een hoogtepunt van het meest recente televisiergala, ja, waar jij deze speech hield, ja, vol met zelfspot. Ja. Ook wel tikken uitdeelde, maar ook een kijkje gaf, een inkijkje in... ja, jongens, jullie kunnen wel denken, die aandachtzieke BN'ers, ja, in jouw persoon. Maar je moet ook soms wel. En ja, het is ook niet altijd even makkelijk. Het is ook niet altijd even makkelijk. Als je jarenlang werk wilt blijven werken in de televisie, zal je af en toe ook weer wat water bij de wijn moeten doen. En moeten denken van, ah, kan mij het ook eigenlijk schelen. Aan de andere kant... heb ik wel van bijvoorbeeld die sprong van die duikplank geleerd. Als je nooit springt, dan, ja, dan kan je ook niet vallen. Kan je ook niet vallen, kan je ook niet opkruipen. Ja. Gebeurt er dus ook geen zak in je leven, ja, eigenlijk. Dus je kan af en toe best wel eens op je bek gaan. Maar het mooie van op je bek gaan is dat je daarna gewoon weer drie keer zo sterk eruit komt. En dat, oh, wat een afschuwelijk beeld. Ja. Maar er zit enige spanning op de lijn Patty Bart, die alles laat zien, zonder scrupules. Ja. Of het nou je reality soaps waren, het werk wat je doet, van de duikplank af, waar je misschien ook wel eens van hebt gedacht, was dat nou wel zo'n goed idee? Nee, maar ja, het zit ook weer in het weer opstaan. Ja, de spanning zit erin dat, voor zover het ertoe doet, dat mensen denken, ja, maar je zoekt die aandacht ook allemaal op, mens. Waarom, ja, doe je dat? Nou ja, dat je weet ook van tevoren niet. Ik ga met Richard Groenendijk de gevaarlijkste wegen rijden. En dan weet ik ook niet dat die man nog nooit heeft gereden. En net en zijn rijbewijs bij een pakje boter heeft gekregen. En dan wordt dat hysterisch. Ja, ik kan en me leuk. Niet. En ja, leuk. Ja. Leuk om naar te kijken. En het is echt niet het voorbedachte raden geweest. Maar ik wilde naar huis. Ik wilde, ja, weg. Nou, dat was duidelijk, ja, zoals je maar, en als wordt aangekondigd, ja, Patty gaat het theater in. Ja. Eigenlijk in de traditie van iemand als Joan Collins. Ja. Die show, ik weet niet of jij, ja, die hebt, dus zeker, heb ik ook gezien. Die heel persoonlijk wordt, ja, en contact maakt met het publiek, ja, en vertelt over haar leven. Ja, dat is eigenlijk een beetje wat ik dacht. Ik word volgend jaar 65. Dat is de respectabele leeftijd waar de meeste vrouwen in elk geval denken van, nou, ik heb het al gezien. Ik trek het korset uit, ik laat het lekker gaan. En ik Nee, maar en ik ga achter de geranium zitten. En ik vind juist dat wij vrouwen eens moeten laten zien dat we met ons 65e nog hartstikke meetellen, dat het eigenlijk de nieuwe 40 is. En dat we lachend het leven nog in kunnen. En dat we lekker moeten blijven doorwerken. En dat we aan onszelf moeten werken. En dat we met een gulle lach en soms een traan, ja, met elkaar gewoon heel sterk kunnen zijn en nog een hele nieuwe toekomst hebben. Ja. Zitten ook wel altijd in de aankondiging van dus de theatershow van termen als het eerlijke verhaal. Dingen die je nog niet weet als het over jou gaat. Ja. Weet je wel? Er zijn een heleboel dingen die iedereen denkt te weten. Ook. Ja. En een heleboel dingen waarvan ik denk, ik ga het niet eens meer uitleggen. Maar er zijn ook een heleboel dingen die ik heel graag met mensen zou willen delen.
Zoals? Ja, zoals daar is. Ja, ik heb hele hoge pieken meegemaakt en hele diepe dalen. Maar er zijn ook dingen die ik nog, ja, die ik vaak gesteld krijg. Vragen die ik vaak gesteld krijg als... hoe doe jij dat toch? Waar haal je die veerkracht vandaan? Hoe kan je uit zo'n faillissement komen? Hoe kan het dat je je dochter niet ziet en niet doodgaat van verdriet? Ja. Maar zo heeft iedereen hier wel zo'n vraag. Dus ik wil dat ook heel interactief maken. Ik wil ook gewoon... als ik aan jou vraag, heb jij wat thuis? Dan weet ik zeker dat jij... Dat je wel wat hebt. Dat je wel wat hebt. Ja. En ik wil dat gewoon delen met het publiek. Dus het wordt een hele interactieve show. We gaan heel veel lol met elkaar hebben. Maar toch even waarom. Waarom wil je dat allemaal delen? Is dat ook niet een vraag die je vaak krijgt? Waarom zou je op tv gaan als je dit niet eerlijk wil delen? Jij deelt net ook het verhaal Tuurlijk, van je boek. Daar hoop ik dan ook dat mensen er iets aan hebben. Dat klopt. Ja, en dat heb ik precies hetzelfde. Ik wil gewoon een leuke avond. Een paar leuke maanden eigenlijk is het geworden. Want het begon bij één avond. Een hele tour. Ja, er komt een hele tour. En die gaat op 31 maart volgend jaar in première in De La Mar. En er komt ook een boek uit. Omdat ik 65 ben, ik heb nog nooit wat gevierd in mijn leven. Ik ga nu mijn verjaardag vieren. En ik ga dat op mijn 65ste met heel veel trots doen. Komt een boek uit van Michel van Egmond en Antoinette Schulderman. Niet zomaar een koppel? Niet zomaar de minste. Nou, Michel, die ken je vast wel, die heeft ook Kieft gedaan en Gijp. Hij volgt mij op dit moment in de maak van de theatertour... die ik weer met Ruben van der Meer en Tijl Bekkant maak. Ook niet de minste? Ook niet de minste, de lama's. Die mij altijd voor schut hebben gezet, die hun leven lang... maar die ik nu eindelijk kan misbruiken. Ja. Maar bijvoorbeeld Michel van Egmond en Antoinette Schulderman... Die waarschijnlijk gesprekken met jou gaat voeren. Van Michel, weten we, die zit als een vlieg op de muur. Ja, die zit echt... Ik heb laatst het eerste stukje teruggelezen en toen dacht ik... Hoe kan jij nou in godsnaam, hoe kan het jou nou in godsnaam opvallen dat ik nooit sokken draag in mijn tennisschoenen? Maar dat zitten details in zijn verhalen waarvan ik denk. Hè? Maar dat betekent ook, Patty, dat dat verder gaat dan het delen van levenservaring. Ja, dat betekent ook de deuren opengooien. Ja, maar en je zeggen, moet. Kom maar. Ja, maar ik heb nu alles al gehad. Ik vind het allemaal prima. Iedereen heeft zijn eigen versie ervan verteld. En nu komt mijn versie. Ik ben nu 65. Ik ben er klaar mee. Ik ga het nog één keer uitleggen hoe het zit. Als iemand een gezellige avond wil hebben, moet hij vooral komen. En als iemand een vraag aan me wil stellen, mag dat. Als iemand een lied bij me wil zingen, mag het ook. Alles mag. Het wordt een superleuke avond. En het wordt een heel eerlijk boek. En ik denk dat ik dan een soort van klaar ben. Ik heb nu, dan ben je klaar. Nou, ik heb 4 jaar contract getekend net op mijn 64ste. Ja. Ik ken weinig vrouwen die op hun 64ste een tv-contract tekenen. Ja. Nou, als ik dadelijk 68 ben, dan ga ik aan een yogamat knagen. Ja. Op een berg. En dan vind ik het allemaal goed geweest. Ja, en dat wordt dan weer een reality show? Nee, dat denk ik niet hoor. Heel slow televisie. Dat je heel langzaam de yogamat opneemt. Ja, op die berg in Ibiza met die rollator. Tot slot, een laatste vraag. Het belangrijkste wat je wil achterlaten, wat wij niet van je weten. Wat is dat? Wat jullie niet van mij weten... ik vind het heel moeilijk om dat met voorbeelden aan te dragen. Want, maar het kan ook een gevoel zijn. Ja, het kan ook een gevoel zijn, inderdaad. Dat ik een eerlijk mens ben. Ja, daar komen ze. Dat ik... mijn best doe. Dat ik altijd heel gefocust ben en als ik iets voor ogen heb, dat ik dat wil bereiken. En dat dat ook altijd gaat lukken. En dat ik een doorzetter ben. En dat ik een heel klein hartje heb en een hele grote bek. Maar dat wisten jullie wel al, hè? Vanaf maart 2020 staat Patty in het theater met haar show Verhalen uit. Hier komt-ie, de oude doos. Dit was hem. Leuke avond. Morgen.